We kijken naar de prijselasticiteit van de vraag en dit geeft aan. Hoeveel procent de vraag zal veranderen als de prijs met 1% verandert. En je moet in je achterhoofd houden dat de prijs is de oorzaak en de verandering van de vraag is het gevolg. Dat is belangrijk om te weten. Goed, de formule van de prijselasticiteit van de vraag ziet er als volgt uit. De procentuele verandering van de vraag gedeeld door de procentuele verandering van de prijs. Je kunt het ook opschrijven als nieuw min oud gedeeld door oud maal 100 van de vraag. Gedeeld door nieuw min oud gedeeld door oud maal 100 van de prijs. En let op dat je de vraag boven de streep doet en de prijs onder de streep. Nou, de uitkomst die daaruit komt, dat is de prijselasticiteit van de vraag. En op basis van dat getal kunnen we een indeling maken. En ik heb hieronder een schemaatje staan. Dat moet je goed leren en bekijken. Alle producten tussen de 0 en de min 1 zijn de inelastische producten. En alles wat kleiner is, dus min 1, min 1,5, min 2, min 3 tot het oneindige, die zijn elastisch. En je kunt ook zeggen, bij inelastisch gaat het om de primaire goederen. En bij elastisch gaat het om luxe goederen. En op basis van het cijfer kun je dus uiteindelijk gaan aangeven wat de prijselasticiteit van de vraag is. En op het moment dat je de elasticiteit weet, dus stel EV is min 1,5 en je weet dat de prijs stijgt met bijvoorbeeld 10%, dan kun je dus uitrekenen wat de vraagverandering zal zijn, want de vraag verandert dan met 10 keer 1,5. En dat is dan natuurlijk een negatief getal, want het product wordt duurder. Die zal dan met 15% dalen. Dus als je de elasticiteit weet en je vermenigvuldigt met de prijsverandering, dan weet je wat er met de vraag gaat gebeuren. Nou, eerst korte herhaling, dan gaan we oefenen. De prijselasticiteit van de vraag geeft aan met hoeveel procent de vraag zal veranderen als de prijs met 1% verandert. Nou, de formule die daarbij hoort kun je vinden in dit vak. Je pakt de procentuele verandering van de vraag en die deel je door de procentuele verandering van de prijs. En dat kun je dus met nieuw min oud gedeeld door oud maal 100 doen. En op basis van de uitkomst kun je met behulp van dit schema bepalen of het een inelastisch of elastisch, oftewel een primair of een luxe product is. Op het moment dat je de elasticiteit weet en je vermenigvuldigt het met de prijsverandering, dan kun je de vraagverandering uitrekenen. Dan gaan we even oefenen. Ik heb hier een aantal voorbeelden staan. Ik heb een oude prijs van €5,50. Of een oude prijs van 5 euro, een nieuwe prijs van €5,50 en bijbehorende aantal verkochte
producten. Nou, als ik de procentuele verandering van de prijs uitreken, nieuw min oud gedeelte oud maal 100, dat is plus 10%. En de verandering van de vraag is 95 min 100 gedeelte 100. En dat is min 5%. En nou ja, als we dat uitrekenen, ik zal het hier nog een keer schrijven, dan kom je uit op een elasticiteit van min een half. En dan weet je dat dat inelastisch is. En dan gaat het dus om een primair product. En als ik nu de omzetten van beide combinaties bereken, dan krijg ik 5 maal 100 is 500. En 5,50 euro maal 95 is 522,5. En wat valt op? Je ziet dat het product duurder wordt, dat de vraag maar een klein beetje afneemt en daardoor gaat de totale omzet omhoog. Dan gaan we naar voorbeeld 2, doen we hetzelfde. We doen de procentuele verandering van de vraag boven de streep, onder de streep, de procentuele verandering van de prijs. Nou, ik zie dat de prijs met 10% omhoog gaat. De vraag die gaat omlaag met 20%. De elasticiteit is min 2. Dan is het een elastisch goed. En dat wil zeggen dat het een luxe product is. En als ik nu twee keer de omzet bereken, dan krijg ik 10 maal 100 is 1000. En 11 maal 80 is 880. En we zien dat de totale omzet is gedaald. Dus twee voorbeelden. En het is vooral het rekenwerk. Nou, op basis van die zaken kunnen we ook uitspraken doen over de invloed van de prijs op de vraag. En bij een inelastisch product is de invloed van de prijs is gering. En dat kan ik het beste aan de hand van een aantal combinaties laten zien. Als ik een inelastisch product heb en de prijs gaat omhoog, dan zal de vraag maar een heel klein beetje afnemen. Dus de vraag neemt minder dan evenredig af en dan gaat de totale omzet in dit geval omhoog. Andersom kan natuurlijk ook, als de prijs daalt, dan zal de vraag maar een heel klein beetje omhoog gaan, omdat het een inelastisch product is. En dan is het dus primair, mensen kopen het toch wel en dus letten ze niet zoveel op de prijs. Dus de vraag neemt minder dan evenredig toe. En dat wil dus zeggen dat de invloed van de prijs groter is en dan zal de TO dalen. Je kunt het ook bij een elastisch product bekijken. Daar is de invloed van de prijs groot. En wat gebeurt er dan als de prijs bij een elastisch product toeneemt? Dan gaat de vraag heel hard omlaag. Dus de vraag daalt harder dan dat de prijs stijgt. De vraag neemt meer dan evenredig af. En daardoor zal de totale omzet dalen. En
als ik het andersom nog doe, de prijs gaat dalen. Nou, de invloed van de prijs is heel groot op de vraag. Dan zal de vraag dus sterk toenemen. En dan kun je zeggen, de vraag neemt meer dan evenredig toe. En dan gaat de totale omzet omhoog. Dat is belangrijk om te weten bij de prijselasticiteit van de vraag. Dus bij een inelastisch product is de invloed van de prijs op de vraag gering. Dus als ik kijk naar een primair product, oftewel een eerste levensbehoefte, bijvoorbeeld brood. Als je brood duurder zou maken, gaan mensen het misschien wel iets minder kopen, maar omdat de invloed van de prijs groter is dan de invloed op de vraag, zal de vraag minder dan evenredig afnemen en dan gaat je omzet omhoog. Dus een slimme bakker zal zijn brood moeten verhogen in prijs, dan zal zijn omzet toenemen. En als hij de prijs zou verlagen, dan gaat de vraag wel een klein beetje omhoog, maar minder dan evenredig. En dus zal zijn omzet dalen. Bij elastische producten is de invloed van de prijs erg groot op de vraag. En als je een elastisch product duurder maakt, zal de vraag meer dan evenredig afnemen en dan zal je omzet dalen. Als je meer omzet wil, kun je beter in dat geval bij een elastisch product de prijs verlagen, want dan neemt de vraag meer dan evenredig toe en gaat de omzet omhoog.